Hi, superleuk dat je kijkt naar mijn video. Ik ben Serena en ik werk voor MAC in Zwolle. Ik ga jullie vandaag mijn virtual happy hour look laten zien, dus veel plezier met kijken. Ik begin met de Face & Body Foundation. Dit is een hele luchtige foundation. Ik breng hem eerst aan op mijn hand en daarna met mijn penseel over mijn gezicht. Geeft een hele lichte dekking, een soort filterlaagje. Perfect voor overdag of als je niet van al te veel dekking houdt. Al kan je deze foundation wel mooi opbouwen. Ik gebruik deze foundation in de kleur N2. En die geeft mooi wat warmte aan mijn huid. Ik breng het nu aan met een penseel, maar je kan hem ook met je vingers aanbrengen. Met deze foundation blijf je nog heel goed je eigen huid erdoorheen zien. Voor een mooi glowy effect. Dan ga ik verder met de Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Ik breng hem aan onder mijn ogen en op plekjes waar nodig is. Je kan hem licht aanbrengen, maar door hem op te bouwen kan je ook wat meer full coverage krijgen. En deze concealer klontert niet en loopt ook niet in de lijntjes, dus dat is echt ideaal. Ik blend de concealer nu met mijn penseel, soms doe ik het ook met mijn vingers. Bronzer sla ik echt nooit over, dat is echt mijn favoriete product om wat meer een gezonde gloed te krijgen. Breng hem aan op mijn wangen, voorhoofd, neus en kin. Eigenlijk dus wel het hele gezicht. Maar bijvoorbeeld niet onder je ogen of onder je neus. Eigenlijk waar de zon je natuurlijk ook bruint. Nu is het tijd voor blush. Ik gebruik de Mineralize Blush in Warm Soul. Warm Soul heeft een shimmertje erin en heeft een peachy kleurtje. Dan de Fairly Precious blush. Dit is een blush, maar er zit best wel wat glans in. Dus ik breng hem wat hoger aan dan de Warm Soul. Als een soort blush slash highlighter. Hier word ik heel happy van. Mooie glans. Dan ga ik verder met mijn ogen en begin ik met de basisproducten. Ik heb de 24 Hour Eye Base. Die zorgt ervoor dat je oogschaduw goed blijft zitten. Breng ik aan op mijn hele ooglid, tot aan mijn wenkbrauw en onder mijn ogen. Het is een transparant product. Je ziet er dus niks van, maar het heeft heel veel effect. Vooral in combinatie met de paintpot die ik nu ga laten zien. Deze. Zoals je ziet heb ik best wel wat adertjes op mijn ogen. En met deze basis erop maak je eigenlijk een soort canvas voor je oogschaduw. En de combinatie van de 24 Hour Eye Base met de paintpot zorgt ervoor dat het er echt gewoon niet afgaat. Volgens mij hebben veel mensen daar last van. Maar een goede basis is zo belangrijk. Zo. Geen blauwe adertjes meer. Nu komt de bronzer weer van pas. Ik gebruik de bronzer om een schaduw te creëren. Zonder dat je nog een extra oogschaduw nodig hebt. Multifunctioneel dus. Ik breng hem aan de buitenkant van mijn oog. In de arcadeboog. Het zorgt ervoor voor wat meer diepte.
Oogschaduw hoeft niet altijd in hele moeilijke stappen te gaan. Je hebt niet altijd heel veel kleuren nodig. Zelfs met je bronzer kan je een mooie look maken. Breng hem ook onder de ogen aan. Ik gebruik trouwens de 217 brush nu. Perfecte eyeshadow brush om te blenden en om aan te brengen. Om mijn ogen nog meer te accentueren gebruik ik een potloodje, koolpotloodje, in de kleur Teddy. Die zet ik boven mijn wimperrand. Probeer hem zo dicht mogelijk tegen je wimperrand aan te krijgen. Dat is het meest natuurlijke effect. Breng hem helemaal boven mijn wimperrand aan, van de binnenkant tot de buitenkant. Zo krijgt je wimperrand net wat meer definitie. Ik denk dat je het verschil wel zo kunt zien. Dit potloodje matcht mooi bij de look die ik nu maak, omdat het een mooie bronskleur is. Met alweer een shimmertje. Breng hem ook iets onder mijn ogen aan, maar niet helemaal tot aan de binnenkant. Op deze manier hou je ogen wel mooi groot en open. Voor een meer smoky effect kan je hem natuurlijk wel helemaal aan de binnenkant aanbrengen. Of dat je hem wat meer aan de buitenkant smudged. Dat je de arcadeboog wat donkerder maakt. En voor de final touch op de ogen gebruik ik de Liquid Dazzle Shadow. De naam zegt het al, het is een liquid product. Het zorgt ervoor dat het dus goed hecht aan je huid en niet op je wangen valt. Ideaal. En het is ook niet zo dat dit product plakkerig aanvoelt op je ogen. Ik vind het dan wel prettig om eerst het product op mijn hand te doen en dan met een brush aan te brengen. Dan kan je ook niet snel een te dikke laag aanbrengen. Hou het tot halverwege mijn oog, omdat we hier de bronskleur hebben gedaan in de arcadeboog. Breng ik de shimmerkleur aan de binnenkant van mijn ogen aan. Nu ga ik mijn wimpers krullen en mascara aanbrengen. Ik gebruik de In Extreme Dimension mascara in waterproof. En ik beweeg de mascara door de haartjes heen voor meer volume. Ik gebruik de waterproof versie omdat ik vaak een traanoog heb of op de fiets zit. En dan regent het nog wel eens. Dus dan willen we wel dat het goed blijft zitten en niet uitloopt. Maar daar kan je met deze mascara wel op vertrouwen. Hier kan je zelfs mee zwemmen, douchen, huilen. Tadaa! Mooie lange wimpers. Vergeet de onderkant ook niet mee te nemen. Hierdoor lijken je ogen groter. Dan ga ik verder met mijn wenkbrauwen. Ik kam eerst de haartjes allemaal dezelfde kant op. En gebruik dan een eyeshadow.
Eyeshadow brun gebruik ik. Omdat die perfect bij mijn haartjes matcht. Met een fijn kwastje breng ik het product aan. Zodat je mooi fijne haartjes kan tekenen. Dit tekent als het ware echt kleine haartjes. Tussendoor borstel ik ze weer even door, zodat het allemaal wat zachter wordt. Zo is mijn wenkbrauw wel mooi aangezet, maar wel natuurlijk. Ik heb altijd één wenkbrauw die beter wil lukken dan de ander. Volgens mij hebben heel veel mensen dat. En als laatste de lippen. Ik gebruik een vrolijke kleur. Deze, All Fired Up. En eerst omlijn ik mijn lippen met een potloodje. Lippotlood. Dit is potloodje Brick. Zeker met een felle kleur is het handig om eerst je lippen te omlijnen. Zo weet je precies waar je de lipstick kan aanbrengen. En dat het heel gelijkmatig eruit ziet. Door je lippen eerst te omlijnen zorg je ervoor dat je een mooie contour maakt voor je lipstick. Op deze manier is het heel makkelijk om je lipstick aan te brengen, omdat je je lip al hebt omlijnd. Dit is dan het eindresultaat. Ik hoop dat ik je heb kunnen